Amerikaanse militairen hebben 72 jaar geleden tijdens operatie Market Garden met Groesbeek een parachutesprong uitgevoerd. Zondag werd deze sprong nog eens dunnetjes overgedaan. Zojuist hebben 20 parachutisten van parachutegroep Holland hebben hier een parachutesprong uitgevoerd, een herdenkingssprong. Net als de jongens tijdens Market Garden hier deden, de Amerikanen, hebben ze dat hier ook gedaan uit een originele Dakota uit 1943. Iedereen is goed op de grond terechtgekomen, dus wij zijn tevreden. We doen deze sprongen om te herdenken, het zijn herdenkingssprongen. Er zijn een hele hoop mensen zijn killed in action. We doen het ook voor de missing in action. Want er liggen nog steeds overal op dropzones liggen nog mannen die destijds gesneuveld zijn en nooit teruggevonden zijn. En ook die willen we blijven herdenken. De koeien zijn geen probleem. Van tevoren spreken we altijd door met de boeren hier wat de bedoeling is. Zodat ook zij op de hoogte zijn van wat wij doen. En de boer heeft ook verteld van tevoren dat hij zijn koeien los zou gaan laten. Dus de springers wisten waar ze naartoe waren. De Defensie Paraschool zou een tandemsprong doen met een 94-jarige veteraan. Helaas is die sprong vanwege het dikke wolkendek niet doorgegaan. Volg ons online via Facebook @AltijdN1, op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.